Hallo mensen. Ja, ja. Ik ben weer terug. Ja, een BH. Ja, volgens mij waren we daar gebleven na mijn vorige keer. Een BH. Maar ik ben eens even, jongens. Aflevering of maar eens even. Maar stil. Maar eens even hier. Ik heb een BH getraind. Nou, weet je, achtergelaten in de daycare. Hij kan nog helemaal niks. Maar dat gaat veranderen in deze episode, want ik ga hem levelen. Maar hier is ons favoriete stack voor onze favoriete plek voor onze favoriete fiets. Hé, hey, dat is een bike voucher. Oké, hier krijg je er een. Hey, ik ga een eindje met de fiets rijden. En als ik iemand tegenkom, heeft hij pech en rijd ik over hem heen. Jammer joh. Ja joh. Oké, wat denk ik? Oké, perfect. Nu heb ik eindelijk een beetje speed. Oh, waarom moet ik natuurlijk weer mijn fiets afstappen om naar binnen te gaan? Ik krijg toch allemaal lekker de tering. Maar ja, wat we doen in deze episode. We gaan checken wat we moeten doen. Oh, trouwens, dichtslijt heb ik achtergelaten daar. Dat is wel leuk hoor. Dus, mijn plan is, we gaan een beetje partyen. Oh, zie me shuffelen man. Zie me shuffelen! Nou, maar mijn plan is, we gaan party op de partyboot. Deze is Anne. Ja, deze is Anne. We zijn even van de ondergrondse pad afgeroemd. Ja joh, weet je, ik dacht, ik had eerst, ja, underground shoes. Ondergrondse padtas. Dan gaan we van de ondergrondse pad af. En dan pakken we onze underground pika. Bikes zijn altijd awesome, dus ja. Het is een miauw, kom op, een BH. Ik denk dat het best is om hem gewoon te levelen, want al mijn Pokémon zijn nu al redelijk goed. Ik bedoel, ik weet niet of ze sterk genoeg zijn voor de boot. Ik bedoel, ze hebben een boot. Mijn naam is Anne en hij is pittig groot. Hey. Welkom op de SS Anne. Hier, ticket, buurt. Oké, kom op de SS Anne. Oh, wat een rust. Hier ga ik even vissen. Oh, wat mooi. Dit maakt me altijd rustig. Oké, het is een Magikarp. Kom op, 1 BH. Landraak, gebruik je Ember. Dat is geen Ember. Ik hou steeds weer door de warm. Door elkaar, door de warm. Maakt me niet uit. We zitten op de SS Anna. Salut. Bonjour, I am le waiter on the ship. Ik krijg de tyran als Stefan. Ah, de strong silent type. Ja. De hoofdpersoon, eigenlijk de maker van het hele spel, heeft gezorgd dat ik niet kan praten. Dus ja. Hallo, bent u een zwerver? Ik ben een zwerver. Hallo, ik heb een visa Pokémon bij mij gehouden. Ik hoop dat jullie het lekker vinden. Hij zit bij mijn hoed. Goed, goed, goed. Dat is een mooie hoed. Oh nee, een BH. Oké, een BH gaat wisselen met Landraak, waardoor hij een level up gaat, omdat ik met de klauw ga proberen op een vuurtype wat alsnog niet goed is. Ik moet echt eens leren wat de goede is tegen die mensen. Ik heb geen eens een goede move tegen hem. Ja, Scratch, en dan is hij dood. Hey, Landraak level up. Oké, wat hebben we nu? Chrome Light. Doen we nog een keer. Doen we nog een keer. Doen we nog een keer. En doen we nog een keer. En dat is een critical hit. Perfect. Jammer joh. Hè? Huh? You should be nice to friends. Nee, vrienden moet je backrammen, want hij kut kennis. Ik bedoel, goed idee. Ziet er moe uit. Wil je even slapen? Of rusten? We weten allemaal wat de vrouw er doet. Jee. Onopgeleid. Nee, insolent is onweet. Jij onwetend fucker. Want ja, pup, ja. Onwetende puppy. Hé, hey, dat klinkt leuk in het Nederlands. Onwetend zwijn. Waarom kom je hier zomaar binnen rennen? Tender als een of andere mogol. Amber. Amber. Ik ga proberen maar 3 keer te healen op dit schip. Ik weet het is moeilijk, maar ik ga 3 keer healen op dit schip. 1 keer heb ik al gedaan. Dat was zonde. Ach, ik ben bang dat ik jullie zo terugzie. Beer. Beer. Och, 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 och. Wat wil je, hè? Vergeetachtigheid trouwens. Verkeerde deur. Dammit. Maar, ja, wat wil je als je... Ik ben geen waiter. Maar werk. Ik wil doorpraten. Wat wil je als je in een kamer vol met... een huis vol met mensen gaat, opnemen? Nou, ja, wat heb jij, Beer? Ik ga altijd reizen met Wigglytuff. 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 Zo, beest. Echt, Wigglytuff is 1 beest Pokémon. Kut. Dit is Pokémon verzameld van over de wereld, joh. Nou, Pidgey, huppatee, een BH.
Jolly Kong. Jolly Kong. Niet zo. Nou. Jolly Kong. Oh, damn it. First swipes. Damn it, Secret power. Damn it, nu ben ik de shark, want nu ben ik dood. Nu ga ik waarschijnlijk, heel waarschijnlijk dood. Ja, dat is minder. Nou, kom op. Ik ga voor Pokémon, en jij? Nee, ik vang ze en laat ze battelen met anderen. Tuurlijk ga ik voor Pokémon. Ze zijn awesome! Ooit een keer Mankey eet. Sparma, kom op. Vertrouw in je. Sparma. Oké, dankjewel Sparma. Yay. Yay. Brik. Wacht eens even, dat lijkt me best een mooie move voor... Tjolle, want hij is helemaal niet zo sterk. That breaks every barrier. 75 kracht. Hoe sterk zijn al Jolly's abilities? Ja, even kijken. 75. Perfect. Huppatee. Hij heeft Brick Break geleerd. Want ja. Dan kan hij allemaal barrier moves ook blokken en zo en wat. Hij is een Global Police agent. Ja joh. Nou, als het goed is zit hier in de... Allemaal berries in. En allemaal cherry. Cherry baby. Het is gemaakt van cherries. Je weet niet man, ik weet niet. Het schip is een luxe. Ja, dat weten we. Hij heeft... Oeh, slapende Pokémon. Dikzakmon. Sowieso. Kijk eens wat ik heb opgevist. Nou jongen, laten zien. Een gouden dien. Hallo gouden dien. Hallo Jumbo. Ik weet niet man. Lampra, kom op. Wat je en ba. Not very effective, maar het is een watertype. Het hoort sterk te zijn. 5 hours weekend. Damn it, Metal Claw. Meh. Mooi hoor. Scratch. Oké, het enige wat ik nog kan doen is smokescreen. Want dat. Juist hem. Nu mist hij, dan kan ik mijn Ember doen. En nee, Kabuno. Een BH is van level 18. Dat is een sterke BH. Ja, een sterke BH. Ha. Damn it, ik ben zo zwak. Kom op, scratch. Come on. Beter, oké, volgende. Level up, perfect. Tentacool, die is... sterk. Huppatee. Constrict. Met de klauw. Constrict. Met de klauw. Gewonnen. Perfect, mooi hoor. Ah, dat was even zwaar. Een BH gaat aan evolueren. Nooit gehoord van een BH dat ik kon evolueren, maar ja, dat is nieuw voor me. Nou ja man, laten we even kijken waarin een BH evolueert. Kada BH. Ja. Plus. Beer. B. Wel fijn. Alweer gestoord worden. Ja, een BH heeft nu wel disable. Niet een aanval, maar wel disable. Altijd leuk, hè? Nou, ja, nu kan een BH in ieder geval een mooie move leren. En die ben ik de lul waarschijnlijk. Ja. Als ik gewoon een soort zoek, revenge krijgen, soort man. Kan niet anders. Mooi. Mega kick. Supreme move. Dammit. Hij heeft toch sneller dan het was. Sorry. Stardust. Ik ga snuiven, weet ik nu al. Zag ik jou niet eerder? Nee. Ik was gewoon dronken. Daar heb ik wel vaker last van. Dat andere mensen. Ja, maar. Megapunt. Sterk weer. Dat is één. Ik praat aan het zachter omdat waarschijnlijk mensen een beetje rustig zijn. Rust voor mensen. Je zal het moeilijk vinden. En ik zit er. Wauw. Oké, okay, wat vind je sterker aan een strong of een rare Pokémon? Nou, jouw Pokémon is weer wel rare. Dat betekent zeldzaam. Ja. Gewoon steen op je bek. Steen op je bek. Leuk hè. Nou, nu voor het en magnitude. Want dat is een mooie aardverschuiving. Een kleine uitschok. Level up. Ik saluteer hem. Ik heb honger. Oeh, kom ook safari zone, je weet zelf. Waar is de safari zone? Kun je daar op safari gaan, in de zone? Oké, mensen zijn zeeziek, bla bla, saai. Is er hier nog wat? De kapitein houdt van kut.
Wie niet? Ik bedoel, teleport. Ja, met disable. Nee, die wil ik niet disablen. Ik wil low kick disablen. Perfect, nu kan die alleen nog maar karatetje op. Want low kick is sterk tegen zware poppetjes. En mijn Pokémon is aardig sterk. Zwaar bedoel ik. Nog één fucking klap in je bakkers en jij bent dood. Ik zit aan de grond. En nu muur. Stenen gooi. Dude, waarom gooi je stenen? Je leven is zo mislukt, hé. Nou, ik heb nog 3 keer überhaupt om te healen. Nul, ben ik hier weer? Zo, ik heb al mijn mooie TM's doorgenomen. En nu heb ik geleerd dat Abra tyfus kan krijgen. Quite literally. Ja. Want hij kan thief leren. Wat een best zwak move is. Hyper Potion. Ja. Wat hebben we hier? Een limonade siropje. Mijn friet choke is heel sterk. Hij heeft genoeg kracht. Strength is een move later. Ja, dat is grap. Ja, cool dan. Mijn zeil. Wauw. Mijn sailor sprite. Dude. Thief. Yeah, kan je nakken, man. Je kan eindelijk zelf damage geven, een bel. Hopelijk krijg je nu een move. Nee, hij moet thief hebben. Nice. Ja, ik ben altijd erger. Ik bedoel, je kan niet erger terechtkomen. Dit is zo slecht. Oké, wat hebben we hier? Je weet wat te zeggen over zeilmensen en vechten. Je hebt meestal een hele grote schoen. Niet waarom. Gaan we nooit waarom. Goeie move, Matt. Matty. Mighty. If you ever meet Ember, I fight feasting kids like you. Until I took an arrow for me. That was too bad. Damn it, ik heb geen PP meer voor die move. Heb ik iets wat PP hield? Een PP up ofzo, of een... Nee. Dan ben ik een beetje de shark aan het zijn. Chesto? Iets wat mijn... Nee. Ik vind helemaal niks meer. Tijd voor Jolly, denk ik. Jolly! Jolly, gebruik je move. Gebruik je break. Wat mooi is hoor. Je breekt gewoon iemands gezicht. Kijk dan, break. Hoi. Eén keer naast hem, 2 keer naast hem. En dan bam, vol zijn bakkes. Mooi hoor, mooi. Eten. Dat is hetgene wat... Wacht eens even. Volgens mij is dat het drankje. Dat je PP... 10 omhoog gaan laten doen. Dus dan kan hij weer thief gebruiken. Wat nice is. Ja, hij is 1 thief. Wij zeilers hebben ook nog moe. Ja man, ook weer geen zeiler. Je bent eigenlijk een marinier of hoe je dat wil noemen. Ik weet niet precies man. Ik maak me een paar bijna huid uit om te zijn. Nog wat? Nee, jammer. Dus, die is dood. 21. Psybeam, eindelijk een move. Oh, critical hit. Harden. Thief. Thief kan trouwens ook items jatten als iemand een item vast heeft. Tenminste een Pokémon een item vast heeft. Oh, rest. Dat is nice. Want dan gaat je Pokémon namelijk slapen en krijgt hij al zijn helft terug. Hallo, gek. Onbekende man. Jij bent best wel een beetje tenta. Cool. Ja. Dat is mijn grap. Deal with it. 22. Perfect. Shellder, Thief. Thief is altijd goed tegen Shellder. Shellder. Maar ik heb nu nog op Psybeam, dat is best een sterk move. Weet je, you're will walk in the plank when you lose. Oké, ik moet van de plank aflopen. Slash met toss, dammit. Had ik kunnen verwachten. Wat ik nu kan doen is brickbreak. En nog eens. Want dat is mijn job, I guess. Beaten by kid. Ja man. Dus ja, ik zie jullie back in de volgende episode. Dan gaan we verder in deze stomme fucking cruise. Ja, eigenlijk best wel. Dat is mijn hele verhaal hier. Dan maken we dit dek hier bovenaf. En dan gaan we straks verder naar beneden. Ik zie jullie later. Terug.